als je zo doorgaat, hebben we aan het einde van het jaar geen wedstrijdballen meer over op het kasteel. Dat is wel de doelstelling, ja. Nee, ik ben blij voor het team, voor de club, dat we eindelijk eens een keer een overtuigende uitslag hebben kunnen neerzetten. We zijn thuis nog ongeslagen, maar ja, je merkte toch dat iedereen binnen de club eigenlijk naar zo'n wedstrijd hunkerde. En dat heb ik ook aangegeven, zeker toen ze met 10 man kwamen staan. Van kom op boys, we moeten blijven gaan. Ook voor mijzelf natuurlijk, omdat ik heel graag topscorer wil worden en de derde kon maken. Maar ook Haliel prikt er nog eentje in en dan heb je eindelijk eens een overtuigende overwinning. En het doelsaldo is op dit moment nog, kan nog belangrijk worden met hoe dichtbij het op elkaar staat. Maar daar was je op dat moment dus nog echt mee bezig. Ja, tuurlijk. Ik denk dat tot de laatste speeldag spannend zou blijven. Dus je ziet de concurrenten winnen ook. Het is dit jaar gewoon heel, heel moeilijk om kampioen te worden. En dan kan het doelsaldo of het punt tegen PSV die we hier thuis pakken heel belangrijk zijn. Wat was nou vandaag het moment dat jij al wist dat de wedstrijd gewonnen zou gaan worden? Nou, natuurlijk die 2-1 voor rust is heel lekker. Maar eigenlijk de bevrijding kwam bij de 3-1 die Bart echt naar rust binnenkopt. En dan heb je... Dries. Nee, het was niet Dries. Het was Bart. Dries? Het was Bart. Weet je zeker? Weet zeker. Net Dries geïnterviewd over zijn doelpunt. Het is Bart. Wedden om 5 euro? Dan heeft hij jou normaal ingenomen. Dries, hey, wie scoorde die derde goal? Bart toch? Ik gek maar Dries. Ja? Ja? Ik had hem gescoord. Jammer. Wil je 5 euro? Ja, kom maar op. Ja, is goed. Die krijg je straks. Geen probleem. Maar goed, na die 3-1 van Dries dus. Ja, van Dries dus, ja. Ja, sorry jongens. Ik heb het even gemist. Ja, goed. Daarna maak jij ook nog 2 hele fraaie treffers. 2 toch? 1. Welke? Na die van Dries? Ja. Oh, maak er nog 2. Zo, ik ben echt niet bij zeg. Dries Wuiters, ja ik zie het. Ja, oké. Okay. Nou, dit is wel een mooi interview dit hoor. Dit wordt er eentje, Paul. We doen ons best. Dit is mijn 5e interview. Sorry mensen, ik ben echt helemaal van slag. Maar ik heb 2 mooie goals nog gemaakt daarna. Ja. Zullen we gewoon zeggen, het was een mooie wedstrijd en tot volgende week? Het was een hele mooie wedstrijd. Ik hoop jullie genoten hebben. Excuses voor dit vage interview.